We kunnen er niet omheen. Het coronavirus heeft ook vandaag invloed op hoe we vandaag herdenken en morgen vieren. En hoe groot die invloed is, dat hebben we zelf in de hand. Na 75 jaar ontdekken we nu hoe je vrijheid thuis kan vieren. Het is misschien verleidelijk om stil te staan bij alles wat we gewend zijn en wat we doen deze dagen. Maar vrijheid zit hem niet in rituelen of in een festival. Vrijheid zit in ons hart en in ons hoofd. Onveranderd is natuurlijk de drang om samen onze oorlogsslachtoffers te herdenken en onze bevrijding te vieren. Zo hangt onze driekleur halfstok en houden we natuurlijk 2 minuten stilte in acht. U kunt ook virtuele bloemen leggen en indringende oorlogsverhalen lezen. Dat allemaal om vandaag te herdenken en morgen onze vrijheid innerlijk te vieren. Ik roep u allemaal op om thuis te blijven en met hart en ziel op zoek te gaan naar uw beleving van vrijheid. En met grote dankbaarheid en respect te denken aan hen die deze vrijheid voor ons hebben mogelijk gemaakt. Ik dank u wel.